Ik heb echt een fantastisch idee voor de beste grap van dit jaar. De beste grap van 2024. Dit wordt een geweldige prank. Alleen er moet één iemand bij mij meewerken. Namelijk de professor. Als de professor niet wil meewerken, dan gaat deze grap ook niet werken. Namelijk de prank die ik wil doen is de clone prank. Ik weet dat de professor mij namelijk kan klonen. En ik heb echt drie van fantastische pranks bedacht. Met dus als ik een kloon zou hebben. Kijk, de professor heeft één keer Giel gekloond. Die kloon, die zit nu in de gevangenis. Maar ja, ik weet dat mijn kloon, ja, die wordt gewoon fantastisch. Het is namelijk een kloon van mij. Dus die kan mij waarschijnlijk wel helpen met pranken. Dat hoop ik dan tenminste. En de professor wordt ook steeds slimmer. Dus ik denk dat de clones van de professor ook steeds beter worden. Aangezien die Giel kloon, ja, die is echt al een tijdje terug. Ja, ik heb echt fantastische pranks in mijn gedachten als ik een kloon zou kunnen krijgen van de professor. Maar wat die pranks zijn, dat hou ik nog even als verrassing. Laten we eerst even vragen aan de professor of het überhaupt kan. Is die hier in zijn laboratorium? Professor? Ik denk dat hij beneden is. Hij is namelijk altijd in zijn laboratorium. Hé! Hey! Wow! Oh, schrik me kapot! Schrik me dood! Jeetje, professor. Professor toch? Ik kwam net naar boven. Ja, je wou net naar boven komen. Hé, hey, professor, zullen we even naar beneden? Want ik wil eigenlijk iets bespreken met jou. Beneden? Ja, ik wil even iets met jou bespreken. Wat eigenlijk, dat doe ik liever in privacy. Oké, dat, ja, dat kunnen we wel even doen. In het huis van de professor. Ja, waarom is het niet de professor eigenlijk? Weet ik niet. Ik heb het naar Dave Klusso getypt. Oh, oké. Oh, ik vind het nog steeds zo'n leuk schilderij van de pro. Ja, dankjewel. Ja, dat vind ik echt een leuk ding. Even kijken. Laten we hier even lekker aan tafel gaan zitten. Professor, ik wil de prank van 2024 doen. De prank! Ja, de prank. De enige echte. De prank. En jij kan meedoen met deze prank. Jij moet eigenlijk meedoen, anders kan de prank niet lukken. Ik moet meedoen? Ja, ja. En ik wil namelijk... Heb ik geen keus? Nee, je hebt geen keus. Want dan was ik wel nee zeg, wat dan? Dan ben ik teleurgesteld. Oh, dus ik kan gewoon nee zeggen. Oké. Nou, vertel op die prank. Nou, ik wil een kloon van mijzelf. En daar heb ik wat ideetjes mee met pranks. Maar wat dat is, dat zie jij dan ook later terug op YouTube natuurlijk. Ja, ik zou op zich wel een kloon kunnen maken, maar dat gaat je wel wat kosten, Mick. Jeetje, jij altijd met die kosten. Ik moet toch andere machines kunnen bouwen? Dat is toch niet gratis? Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Maar professor, ik heb gewoon niet zoveel geld. Nou, sorry, maar iedereen moet ervoor betalen. Nou, oké. Jij bent geen uitzondering. Zeg maar, hoeveel iron? 3 diamonds. 3 diamonds? 1 diamond. 1 diamond. 3 diamonds. 1 diamond. Oké, laten we onderhandelen. Middenin, 2 diamonds. 4 diamonds. Ik heb oprecht maar 2 diamonds, professor. Please. 5 diamonds. Please, 2 diamonds, professor. Please. Please, professor. Please. Nou, Mick, dit is, het is niet helemaal eerlijk tegenover de rest van Kleurstad, hoor. Want die moet altijd wel gewoon normaal betalen. Ik zal echt niks zeggen, professor. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat mij om dat ik de volgende machine moet kunnen betalen. Hier, je hebt al 2 diamonds, alsjeblieft. Oh, je geeft me gewoon 2 diamonds. Nou, dankjewel. Nee, je hebt ze nu opgepakt. Lief cadeau. Nee, anders ga ik zeggen dat mensen jou betalen als je dan gescamd wordt. Wat? Ja, ik zeg het je. Je hebt net 2 diamonds aangenomen, dus nu moet je mij helpen. Oké, waar kunnen we een kloon maken van mij? Mick, voor deze keer zal ik je helpen. Maar dit gaat niet nog een keer gebeuren, oké? Jij gaat gewoon normaal betalen, net als de rest de volgende keer. Ja, maar ik heb niet meer dan 2 diamonds. Dus... Nee, dat snap ik. Dus deze keer accepteer ik het. Alleen deze keer. Oké. Dat, ik zal het nooit meer proberen. Oké, nou kom maar mee. Oké, toppie. Waar gaan we heen? Nou, het is hier om deze hoek. Kijk eens aan. Oké, deze machine werkt echt voor meerdere dingen, lijkt het. Ja, zeker. Ik heb hem echt, denk ik, al 10 keer aangepast nou bijna. Dus hij heeft een hele hoop functies nu. Oké. Nou, ik ga erin staan. Ik wil mijn kloon ontmoeten. Is die net zo slim als ik? Nou, hij moet een exacte kopie van jou zijn eigenlijk. Oh, ik ben zo benieuwd. Kan niet praten, dus dan heb je wel gelijk... Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja, maar dat vind ik ook wel fijn. Het lijkt me heel raar om tegen mezelf te praten. Nou, oké, dan ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Kom maar tevoorschijn, kloon. 3, 2, 1, whiplam! Oh, ja, kijk, het werkte! Het werkte! Kijk eens! Ik zal hem gewoon echt letterlijk inspannen. Hallo, Mick de Kloon. Spring als je favoriete kleur geel is. Spring als je favoriete... Hey! Ja, je kan hem dus ook gewoon opdrachten geven. Professor, waarom spring jij niet? Waarom is jouw favoriete Omdat geel niet mijn favoriete kleur is, Mick. Kom, we gaan de professor in elkaar slaan omdat hij geen geel favoriete kleur heeft. Nee, weg! grapje. Eerst betaal je me niet goed en dan sla je me. Ja, was gewoon een team geel prank. Kan gebeuren, toch? Team geel prank, heel leuk. Ja, toch? Ja. Ja, ik vind het wel fijn dat deze niet kan praten. Ik praat voor jou, oké? Ik zal dadelijk wel eens even een team professor prank laten zien. Oh, jeetje. Nee, het was maar een grapje, professor. Nou, inderdaad. Dat dacht ik al. Oké, nou, wij gaan lekker pranken. Ik heb echt
fantastische prank ideeën. Kom maar mee, Clone Mick. We gaan echt iedereen voor de gek houden. Oké, dankjewel, professor. Oké, doei. Oké. Weet je wat de eerste prank wordt? De eerste prank die we gaan doen, Clone Mick, is een prank op Giel. Wat jij gaat doen, jij gaat bij Giel aankloppen. Dan doe je zo. Klop, klop. Zo, doe maar zo. Klop, klop. Ja, kijk eens aan. Ja, dan doe je dat. Dan komt Giel zo van, wat moet je, Mick? Blablabla. En dan ga ik via de garage naar binnen. En dan ga jij weer weglopen. En dan komt Giel binnen en dan schrikt hij zich kapot dat ik opeens achter hem sta. Is dat een leuke prank? Ja, oké. Let's go. Kom maar, Clone Mick. Sta je binnen, Giel? Oké, dit wordt zo ontzettend grappig. Oké. Oké, Clone Mick. Jij moet voor de deur gaan staan. Ga maar voor de deur staan. Nee, dit is de garage. Daar, die andere deur. Ja, dan moet je aankloppen. Maar ik doe al... Klop, 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 klop! Hallo, Mick. Hoi. Ja, oké, hij deed open. Hoi. Oké, ik ga lekker naar binnen. Mick, wat is er? Waarom doe je zo raar? Waarom zeg je niks? Wat is er? Je klopt toch niet zomaar zonder reden aan? Wat gebeurt hier? Mick, je geprankt! Mick, wat is er aan de hand? Je stond voor mijn neus en toen in één keer... Huh? Ja, ik kan teleporteren, Giel. Ik ben een tovenaar geworden. Wat heeft de professor met jou gedaan? Ja, ik zou maar oppassen. Prank. Mick, doe niet zo eng alsjeblieft. Weg, Giel, ik ben overal. Ik zit misschien dadelijk wel in je kast. Nee, Mick. Dit nooit meer doen, alsjeblieft. Oh, waar is mijn kloon? Kijk eens aan. Het is gelukt. Let's go. Oké, we gaan gelijk door naar de volgende. Prank. Ik heb hier wat TNT en een pressure plate. En ik ga die plaatsen in de tuin van pro-speler. Eigenlijk moet jij gewoon weer precies hetzelfde doen, namelijk de pro afleiden. Maar dat kan je heel goed, zag ik net. Oké, dus wanneer ik zeg maar mijn TNT heb geplaatst, dan moet je gewoon wegrennen, ja? Oké, let's go. Oké, daar gaan we dan. Ik ga dan via de boerderij en dan moet jij gewoon via de... Jeetje, ik kom niet op het woord. Via de brug moet jij. Ja, ga jij maar via de brug, dan ga ik hier via het water. Oké, dit gaat helemaal goed komen. Let's go. Oké, gewoon aankloppen, Clone Mick. Je kan het. Ik zal wel weer voor je praten. Klop, 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 pro-speler. Kom eraan. Hallo, Mick. Leid hem af. Mick, wat doe je? Waarom praat je niet? Is dit weer een prank? Wat is dit nou opeens? Okay, hoor. Ja, het is een prank. Schud je nou ja? Nee, het is geen prank. Wat ben je aan het doen? Zeg nou gewoon iets. Wat wil je? Moet ik je volgen of zo? Wat is het idee? Nee, ik moet je niet volgen. Wat is er nou? Hé, niet mijn huis zomaar inlopen. Wat wil je? Ja, Mick, ik ga hier echt niet langer op wachten, hoor. Ik doe de deur gewoon dicht, hoor. Clone Mick. Oké, nou, doei. Clone Mick, hier. Clone Mick, ik ben hier. Zorg dat hij naar de tuin gaat lopen. Je kan het. Oké, ik ga het water verstoppen. Klop je nou weer aan? Wat is er? Wat doe je? Waarom ga je om mijn huis heen? Wat is er? Wat is er? Hoezo ga je naar mijn farm toe? Wat is er, Mick? Wat wil je nou? Ja, wat is er? Wat? Oké. Okay. Nee. Hoezo doe je dit? Ik heb echt geen idee. Wie heeft dit gedaan? Mick. Wat is dit nou weer? Weet je wel niet hoeveel... Pak me dan. Nee. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik moet pro spelen eigenlijk helemaal niet. Wat is dit? Hij ziet volgens mij nu ook de andere Clone Mick. Ik hoorde nog net dat hij die ook zag. Oké, ik hoop dat de Clone Mick snel wegrent. Want we moeten natuurlijk nu de allerlaatste speler gaan pranken van Kleurstad. Namelijk de noobspeler. Oké, volgens mij had je hem nog goed laten schrikken, hè? Ja, oké, we gaan nu de noobspeler pranken. En dit wordt eigenlijk een hele makkelijke prank. Want de noobspeler pranken is niet heel moeilijk. Kom maar mee. We gaan gewoon doen alsof hij dubbel ziet. Dat wordt echt hilarisch. Oké, kom. We gaan snel naar het huis van de noob. Ik klop gewoon aan. En ik zeg gewoon van... waarschijnlijk gaat hij dan flippen omdat hij twee keer Mick ziet. Maar daadwerkelijk is er maar één Mick. Dat ga ik tenminste zeggen. Noobspeler, hallo! Hey! Wat ben jij aan het doen? Ik ben mijn deugd aan het sorteren. Ik ben mijn deugd aan het sorteren, maar... Wat? Waar ben je? Hier ben je hier je deugd aan het sorteren. Wat gebeurt hier? Oh, je hebt een diamond, noob. Oh, ik heb een diamond. Oh, ik wil die wel hebben. Hier. Oké, mag je hebben, maar... En 43 deugd. Wat gebeurt hier? Wat is Welke ben jij nou? Heb je een tweelingbroer? Ik ben hier. Dat zie je toch? Hier ben ik. Waarom ben je aan het springen? Hoezo? Wat? Ik ben gewoon in mijn eentje. Nee, jullie zijn met twee. Nee, ik ben in mijn eentje. Dat zie je toch? Wacht. Ik moet even in mijn ogen wrijven. Wat is er? Jullie zijn echt met twee. Wat twee? Met wie ben ik dan? Hier. Hier. Je zegt dat ik er twee keer ben? Ja, hier naast elkaar. Dat kan toch helemaal niet, Noob? Er is toch maar één Mick. Maar welke ben je dan? Ik ben deze Mick. Hier, deze. Die springt nu. Ja, maar jullie springen allebei. Is dit weer een boze droom? Nee. Wat een droom? Ik zie met z'n tweeën. Er is maar één Mick, Noob. Er is maar één Mick. Hier, deze. Deze is Mick.
Deze Mick die je nu slaat. Oké, hier, kijk. Deze geef ik nou een deugd. Hier, deze Mick. Au, niet in mijn... Ik ga bij een deugdauto. Deugdauto, het is een auto van hout, noob. Oh, maar het lijkt wel op een blokje van deugd. Ja, je zit nu wel in de deugd. Oh, nu niet meer. Maar, Mick, hier, kijk, hier ben je. En nou zit er eentje in mijn auto. Nee, huh? Je bent zelfs mijn auto rijdt en je staat nog hier. Nee, er zit geen één in je auto. Ah, nee, mijn auto. Hier. Wat is er, noob? Zie je echt dubbel of zo? Mijn auto is kapot weer. Oh, nee, noob, nee, ik zou me oppassen, want Mick's nemen de wereld over. Nee, niet nog meer Mick's. Eentje is al heel veel. Oké. Dit was een prank, noob. Het was een prank. Dit is mijn kloon. Zeg maar, hallo, tegen Mick 2. Kijk, Mick 2 bukt nu. Kijk, hij bukt nu. Buk maar. En een Mick. Ja, kijk eens aan. Is dit Mick 2, 3? Dit is Mick 2. 2. En jij bent Mick 1. Ik ben Mick 1, ja. Dat is leuk. Jij kan misschien ooit op een dag ook een kloon krijgen. Oh, ik dacht dat die een kloon worden. Ja, je dacht wel even dat je dubbel zag, hè, noobie? Ja. Nee, niet slaan. Hadden we je voor de gek gehouden? Ja. Yes, let's go. Dat is de prank gelukt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nou de vorige survival zien? Klik dan snel hier. Abonneer je op mijn kanaal. En dan zeg ik Mick out.